Bij de Jan van Kuikmolen in Kuik worden prachtige streekartikelen verkocht. En een van de dingen die hier nieuw is, is een heerlijk biertje. Tenminste, daar ga ik vanuit. En bij mij heb ik de heer Vincent Mastail. Vincent, jij hebt iets nieuws waarvan je denkt, nou, dat moeten ze hier maar eens gaan verkopen. Je hebt het knillersbier. Kan je heel in het kort vertellen van, wat is het doel? Waarom wil je dit bier verkopen? Dit bier heeft verschillende doelen. Ten eerste, knillersbier, dat is, heeft te maken met onze eerste generatie knilmilitairen die hier toen de tijd in de jaren 50 aan land zijn gekomen. Ze zijn toen als trotse mannen aangekomen, maar hier in Nederland hebben ze heel veel moeten lijden om een bestaan te kunnen creëren. Wij zijn de nazaten, ik ben inmiddels tweede generatie, we zijn alweer 5 generaties verder. En die 5 generaties zijn merendeels goed geïntegreerd, maar toch moeten wij blijven ons verhaal vertellen. Wij zijn trotse nazaten knillers. Oké, dus daar komt de naam knillersbier vandaan. Ja. En waar wordt het knillersbier gebrouwen? Is het echt een plaatselijk biertje? Ja, dat is echt goed. Dat is een lokaal biertje, zeg maar. Het wordt gebrouwen door René Haring en Marcel Koot. En dat zijn de beide eigenaren van de Brouwbrigade. Brouwbrigade Kuik. Vincent, wat ga je doen met de opbrengst van dit mooie biertje? Nou, zeg maar, 1 euro, bij ieder bier dat verkocht wordt, gaat 1 euro naar mijn goede doel. Mijn goede doel is dus dat de grafstenen van mijn opa Adriaan Hoorn in Katwijk, dat die dan gesponsord wordt. En dat ik dus tot en met juni die actie nog mag doen. En daarom wil ik nu in deze mooie periode van het jaar zoveel mogelijk aandacht besteden, zodat er veel verkocht wordt. En alles wat er verkocht wordt, komt in mijn goede doel. Ja, en dat gaat dus allemaal naar het graf en de grafrechten van jouw opa. Ja, ja, zeker. Het bier is vanaf nu hier bij de Jan van Kuikmolen te koop. Maar hij is al wat langer te koop, hè? Want je bent deze actie gestart met wie? Met Joop Bosman van Jumbo Kuik. Ja. Joop. Die heeft dit biertje al wat langer in het assortiment. Heb je al reacties gekregen? Vinden mensen het lekker? Nou, ik heb heel veel reacties gekregen in het begin. Een aantal maanden, de hele zomerdagen, zeg maar. Dat het een lekker biertje was. En dat de mensen trots waren dat die bier op de markt is. Want het heeft ook nog een emotionele waarde. Heel veel Molukkers van verschillende Molukse wijken. Die willen dat ook allemaal hebben. Voor nu, het biertje is te koop bij Jumbo Kuik. En bij de molen in Kuik. Ik zou zeggen, iedereen proosten op de lente. Ik ben heel blij mee dat dit te kunnen bewerkstelligen. Want uiteindelijk, het gaat heel veel mensen aan. Ik ben blij als het wel meer aandacht krijgt. Want dit is speciaal bier. Blond bier. Lekker bier. Lekker bij de rijsttafel. Oh, bij andere eten ook. Maar eerlijk waar. Knillersbier. Eerbetoon. Dankjewel. Dankjewel. Ja, en dan sta ik hier met de molenaar die zijn molen druk draaiende houdt op elke zaterdag van het jaar. En jouw naam is? Stefan Willems. Stefan, je werkt al langer samen met plaatselijke producenten of mensen die iets te koop hebben, een streekproduct hier. Maar nu speciaal het knillersbier. Hoe komt dat? Nou, enkele weken geleden kwam Vincent bij mij op de molen en hij begon een verhaal te vertellen over zijn opa die als knilmilitair in Indië gestreden had. En ik merkte al heel snel dat wij toch wel enkele overeenkomsten samen hadden. Want natuurlijk, zoals hij over zijn opa vertelde, kon ik ook heel veel over mijn opa vertellen die hier in het verleden molenaar was op de molen. En we zijn eigenlijk allebei met eenzelfde soort product bezig, met streekproducten. En ik heb eigenlijk, Vincent kwam met het verhaal van, god, hoe kan ik mijn bier meer aandacht geven bij de consument. En toen heb ik eigenlijk aangeboden om zijn biertje bij mij hier op de molen te koop aan te bieden. En de volle 100, de opbrengst gaat voor de volle 100% naar de knellers bier toe.
Oké, dus jij als molenaar verdient hier niets aan? Nee, helemaal niet. Ik vind het initiatief zoals Vincent dat neergezet heeft eigenlijk zo leuk dat ik daar de volle 100% opbrengst aan hem teruggeef. Nou, dat is een mooie daad. Ja, dat dachten wij ook. En daarom hebben wij besloten om vanaf heden dus het bier bij ons in de molenwinkel aan te bieden. Op zaterdagochtend zijn we dus geopend van 9 tot 1 uur. Daar kunt u dat kopen naast andere heerlijke streekproducten die wij van eigen molen hebben, maar ook van andere lokale producenten. Het mooie ervan is dat wij op 1 april, tweede paasdag, open dag hier op de molen hebben. Ter gelegenheid van het 40 jaar bestaan van de molenvrienden Land van Kuik. En wij ook hebben wij Vincent aangeboden om zijn biertje die dag bij ons op de molen te komen promoten. Zodat het nog meer bekendheid krijgt dan wat het nu al heeft. Ja, nou heerlijk. Dus als je hier komt voor je meel of andere producten, een lekker biertje meenemen. Het is heerlijk en je steunt het goede doel. Zeker. Dus het mes snijdt van twee kanten, om zo maar te zeggen. Dankjewel. Graag gedaan.